Zo, yes jongens en welkom bij weer een nieuwe video. En in deze video gaan wij reviewen nieuwe grondtollen. Ja, categorie 1 standaard, ik weet het, we moeten het er helaas mee doen. Maar, een nieuw product en wederom van Statement Tapas heten ze. Nou, dit zijn grondbloemen. Zitten er 40 in een doosje, daar staat het, 40 stuks. Gaan we even openmaken. Het schijnt dat het best mooie grondbloemen zijn, maar we gaan het zien. Gaan we even openmaken weer, zoals we gewend zijn, hè? Vakkundig. Nou, kijk eens. Daar liggen er mooi bij. Hè? Ja, mooi zo. Ik vind het... Voor kat 1 vind ik het wel netjes. Tapas. Ja. Nou, mooi. Gaan we er even eentje pakken. Maar, wij hebben ter vergelijking... Hebben wij nog andere grondtollen. Dat zijn deze. Gewoon normale grondbloemen zijn dit. Grondbloempack, deze die waren van welke merk? Tristar zijn deze. En die gaan we ter vergelijking gaan we die doen. Dus eerst zullen we even een paar van deze afsteken, een stuk of drie of zo. En dan steken we, daarna steken we die af om te kijken wat het doet. Dus let's go. Oké, okay, komt ie. Normale grondbloem. Ik hoop dat die goed draait. 1, 2. Nou, dat is 1. Ja, daar is die. Draai. Nou goed, dat waren dus de normale. Pak ik nou voor die tapas erbij. Kijk een keer achteraan, denk ik. Ja. Ah ja, kijk. Nou. Hoppa. Ik had dat willen horen. Ja toch? Ja, dat blauw dat vind ik echt vet. Ja, echt jij ook hè? Ja. Ja toch. Ter vergelijking hebben we hier even een normale grondbloem. En dan hebben we natuurlijk die andere, de nieuwe tapas. Die hebben we daarnaast. De normale grondbloem. Zo. Nou, dat is de normale grondbloem. Dan gaan we nu door naar de tapas. Oh. Ja, dat is niet. Dit zijn de nieuwe. Ja. Kijk eens, dat is toch echt wel een verschil hoor. Ja? Ja. Mooie kleur ook man. Nou, allemaal hele mooie grondbloemen. Ja, absoluut. Ja, vind ik vooral.